Marokko heeft 1 miljoen US dollar vrijgemaakt voor projecten in Suriname. Dit laat minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken weten. Hij is pas terug van een bezoek aan Marokko, waar hij de tweede routemap heeft getekend. Voor wat betreft de samenwerking met Marokko. Het geldbedrag dat beschikbaar wordt gesteld door het Noord-Afrikaans land is in het kader van de uitgezette routemap. Ook zijn er 30 volwaardige scholarships voor Surinaamse studenten in Marokko beschikbaar gesteld. Daarnaast hebben we gesproken over het versterken van de diplomatieke betrekkingen. En als onderdeel van die samenwerking zal er dus een ambassade in Rabat, hoofdstad van Marokko, worden opgezet en een consulaat in Dakhla. Er is pending, dus het is nog steeds nog niet uitonderhandeld, een luchtvaartovereenkomst met Marokko en ook een overeenkomst tussen haven van Paramaribo en haven van Dakhla om de zeevaartroutes beter te kunnen voorzien. Ramdin zegt verder dat Marokko een strategisch punt is voor internationale betrekkingen. Hierdoor kan Suriname ook samenwerkingsverbanden aangaan met Noordelijk Afrika, aldus de minister. Omdat we daarmee niet alleen Marokko aan kunnen, in termen van de samenwerking, maar ook commerciële betrekkingen, maar ook Noordelijk Afrika. En dan hebben we twee ambassades op het Afrikaans continent. Eentje in Ghana voor Westelijk Afrika en voor Zuidelijk Afrika. En eentje voor Noordelijk en Oostelijk Afrika. En dat is Marokko. Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken. De routemap is geldig tot 2024.